En zoals afgesproken gaan we het dan nu hebben over de gebiedsontwikkeling van de omgeving Stadhuisplein. De heer Smolders, tot slot. Ja, ik heb nog een punt. Ik heb net toch besloten om die motie van wantrouwen in te dienen. Dus dan kan daar direct de beraadslading, hij is al uitgedeeld, dus dan kan die direct meegenomen worden in het proces. Ik schors voor 10 minuten. Om 9:55 wordt de raadsvergadering weer heropend. De vergadering is geschorst. Dames en heren, ik wil de besluitvorming, de vergadering met de daarbij horende besluitvorming hervatten. We gaan nu naar de besluitvorming over de voorliggende moties. En de heer Smolders heeft daarover een punt. Ja, voorzitter. De lokale partijen zijn zo teleurgesteld. Ik moet heel eerlijk zeggen, vorige week was ik echt ondaan. Gewoon echt emotioneel ook. Ik heb dit ook in de vorige periode zo nog nooit meegemaakt. Blijkbaar hebben de lokale partijen, want zo snel ben je het niet met elkaar eens, want je wilt toch constructief zijn. Maar wij gaan niet meestemmen met de moties van de andere partijen. We gaan alleen nog maar meestemmen. Dan kunt u ons terugroepen over de motie van wantrouwen. Want wij vinden dit echt geen manier van werken. Hier wordt gewoon de democratie de nek omgedraaid. De mensen waar jullie altijd van zeggen dat je ze erbij wil betrekken, die stoot je gewoon expres af. Je zegt het een en je doet het ander. Dus wij zullen ons terugtrekken bij de stemmingen achter de deur. En dan komen we wel terug voor de laatste motie. Dat is een keus die u zelf moet maken. Ik neem dan eerst maar ter hand de ingediende motie van wantrouwen. Dat is een zaak van de raad, want het vertrouwen in het college en leden van het college wordt door de raad gegeven of wordt door de raad als niet bestaand beschouwd. Als er opvattingen zijn over die motie van wantrouwen, dan zou ik zeggen, dan kunnen die nu gewisseld worden. Dus ik zou eerst de niet-indieners het woord willen geven of daar behoefte is om daar een opvatting over te geven. En vervolgens naar de indieners van de motie hier gaan om daarop te antwoorden. Zijn er leden van de raad niet zijnde de indieners van de motie die over die motie iets willen zeggen? De heer Antens. Oep, daar gaat de koffie. Dank u wel, voorzitter. Ik ben daarnet aan de interruptie. Want kun je dat ook weer, want dat oogt zo prettig voor een ieder bij de microfoon doen. Dat vraag ik dus ook de anderen. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik ben daar straks aan de interruptiemicrofoon heel duidelijk geweest en heb daar het vertrouwen in wethouder Ridder uitgesproken. Dus het is klip en klaar dat wij deze motie niet steunen. Dank u wel, de heer Van der Hoven. Ik zal er iets meer woorden aan vuil maken, voorzitter. De gekozen terminologie en het geschetste beeld zoals in deze motie wordt weergegeven is niet het onze. CDA is derhalve ook geen voorstander van deze motie en praat liever over inhoud en processen in plaats van over personen. En kijkend naar het proces en de inhoud, dan hebben wij respect voor mensen die anders over deze materie denken. En wij verwachten eigenlijk dat respect ook van die andersdenkenden over de argumenten die wij leidend hebben laten zijn in de keuzes die wij maken. Ook wij hebben serieus werk gemaakt, we hebben alleen andere afwegingen gemaakt. En vandaar ook dat wij gekozen, het is niet altijd makkelijk om lastige keuzes te maken. Wij hebben ons daar in ieder geval goed op voorbereid. Het college heeft zich daar goed op voorbereid. Die gebruikt andere argumenten dan die de tegenstanders gebruiken. Dat is begrijpelijk. Daarom hebben we ook een debat hier met elkaar. Nogmaals, kijkend naar het proces en de inhoud, hebben wij meer dan voldoende vertrouwen in deze wethouder. Mevrouw Heuvelmans. Dank u wel, voorzitter. De D66-fractie kan zich helemaal niet vinden in de toon bij de constateringen in deze motie. De D66-fractie is ook van mening dat er een aantal onwaarheden in opgeschreven staan. Wij zijn ook van mening dat in het voorliggende raadsvoorstel wel degelijk het debat heeft plaatsgevonden. Zowel hier in de zaal als ook buiten dit huis.
Democratie, dat betekent dat je argumenten uitwisselt en op basis daarvan een beslissing neemt. En democratie betekent ook dat je het met elkaar oneens kunt zijn. En in de democratie speel je op de zaak en niet op de man. En voorzitter, daarom kan D66 deze motie niet steunen en spreekt ze het vertrouwen uit in de wethouder. Ja, gaat uw gang. De heer Bengervoort. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ook GroenLinks kan zich niet vinden in de toonzetting en de terminologie die gebruikt wordt in deze motie. Wij hebben wel het vertrouwen in wethouder De Ridder en nemen afstand van deze motie van wantrouwen en spreken het vertrouwen uit in wethouder De Ridder. Dank u wel, de heer Blauwbroek. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder Ridder heeft stevige woorden gebruikt in het debat. We zullen hem daar zeker aan houden, maar vooralsnog willen we graag het vertrouwen in hem uitspreken. Dank u. De heer Muller. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de VVD is tegen de motie van wantrouwen. Maar als de risico's die de wethouder nu weigert te benoemen en op fatsoenlijke wijze in de risicosparagraaf op te nemen zich wel zullen voordoen, zal het voor de VVD reden zijn om dat standpunt te heroverwegen. Dank u wel. Dit waren de reacties op de motie van de LST. Ik geef nu het woord aan de heer Smolders om daar weer op te reageren. Ja, voorzitter, op de inhoud ingaan heeft geen enkele zin meer. Maar ze zijn het ontzettend eens met elkaar. Het is heel klef en gezellig met elkaar. Maar wat is nou die toonzetting? Gaat u nou, alle drie de partijen hadden min of meer hoe de toon en de manier waarop. Komt u nou eens met wat u bedoelt in deze motie, wat u niet aanstaat? Als u uw betoog daarmee afrondt, dan zou ik de tweede termijn aan de orde stellen. En dat betekent dat er gereageerd kan worden op wat u zegt. De heer Van der Hoven. Ja, je gaat bijna nadenken, moet ik wel of niet opstaan? En daar moet ik wel heel erg van zeggen, van als dat dan zeg maar de afweging is die ik moet maken of ik hier nog wel iets ga zeggen, dat vind ik eigenlijk wel heel kwalijk. Maar goed, ik zal u bedienen. Het gaat over de tendentieuze woorden die u kiest als willens en wetens gelogen, niet in het belang van Tilburg handelen. Luister hier, ik heb respect voor uw andere mening. Daar heb ik u ook nog nooit op bestreden, op de inhoud. En ik vind dat u hiermee dat wel doet. En dat zijn woorden die ik niet zou gebruiken. En waar ik dus een ander beeld bij heb dan u. Wolders. Ja, voorzitter, het gaat helemaal niet om verschil van inzicht op inhoud of verschil tussen partijen, hun programma's of zo. Het gaat hier om of de aarde rond is. En jullie beweren dat de aarde niet rond is. Dat is het probleem. En de toonzetting, nou, dat maakt sowieso al geen indruk. Want er is inderdaad willens en wetens gelogen. Gaat u dat soms ontkennen dat er niet willens en wetens gelogen is dan? Dan moet u nu komen. De heer Van der Hoven nog. Ik heb geen enkele behoefte meer om op deze flauwekul nog te reageren. Ja, dit is echt heel ernstig, mensen. Zo gaat hier die democratie dus te werk. Daarmee denk ik dat over de motie van wantrouwen gezegd is wat er over gezegd kan worden. Sluit ik dit deel van de discussie af. Aan de orde is motie 1315, door de LST ingediende motie van wantrouwen. De stemverklaringen zijn denk ik in het debat afdoende gegeven. Dus ik stel de stemming van deze motie nu aan de orde. Ik breng de motie in stemming. Voorstanders graag bij hand opsteken aangeven dat ze voor motie 3015 zijn. Dat is de fractie van de LST, de lijst Schoenmakers en Opa. De motie is verworpen.